Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En het is vandaag tijd om gadget te testen. Let's go! Pakketje, pakketje. Pakketje, pakketje. Ik heb hem even dicht gedaan voor de show, maar uiteindelijk wat hebben we hier een doos. Echt mooie producten. Echt, ik had, ja, echt wauw. Ja. Dit zijn echt hele vette producten. Dit zijn namelijk producten, ik ga het een beetje proberen kort uit te leggen. Dit zijn zonnepanelen. Deze zonnepanelen kan je dus plaatsen op... Hier gaat het om. De U-rails. U-rails gordijnhangers. Ze hebben U-rails. Ze hebben van alles. Ja. Alles, zeg maar. Je kan kijken welke soort rails je hebt. Ze hebben ook met die rondjes, noem het maar op, waar je hem aan kan bevestigen. Wij hebben dus een U-rails hebben wij gekozen. En daar hebben we er dan in totaal 4 stuks van. Ja, en dan kan dus die zonnepanelen erachter. Dus je hoeft nooit in zorg te maken over stroom. Precies dat. En, hier ben ik echt zo blij mee. Ja, indoor cams. Indoor camera's. Dus deze camera's kan je plaatsen. Je kan alles via één app bedienen, besturen en alles valt te koppelen. Dus je kan deze weer koppelen bijvoorbeeld met deze, zie ik. En dat kan je hier zo aan de achterkant kan je dat allemaal zien. Met wat je het allemaal wil gaan koppelen. Wat het bijvoorbeeld zo zou kunnen zijn, is dat je bijvoorbeeld hier de thermometer hebt. Ja. Deze thermometer plaatsen we hier. Dan wordt het hier een beetje warm. Wat doet deze rails? Dan gaan de gordijnen gaan dicht. Ja. Omdat het te warm wordt. Stel, het wordt hier 27 graden en dat apparaatje, of je kan het zelf instellen het wordt te warm, gordijnen gaan dicht. Ja, en dan wordt het weer wat frisser hier ook. Gaan de gordijnen weer open. Ja, en je kan ook met tijd. Ja, kan ook. Dat je zegt, hey, om 5 ik denk wat je nu in je hand hebt, kan ook als de deur open gaat, dat de gordijnen open gaan. Ja, en deze, dit is wat anders, ja. Deze is een deurknop. Dus dat je bijvoorbeeld, wat jij bedoelde is deze. Dat de deur open gaat. Ja, die sensor. En dat dan de gordijnen open gaan. Maar het kan ook zijn dat je de deur open doet, dat deze wordt geactiveerd, dat de lichten aan gaan. Ja, ook je koffiezetapparaat of weet ik voor wat alles. Ja, het kan zelfs je pc aanzetten, als de deur open gaat. Ja, klopt. Je kan, zeg maar, dit is gewoon een drukknopje. Die drukt het knopje in. Dus dit kan je op alles zetten met een drukknopje. Ja, gewoon met de schakelaar. Dus het is echt... Een knopje? Ja, we gaan straks alles testen. Ja. We hebben hier een normaal knopje, dus gewoon de normale, klik je aan, uit, alleen dan is alles draadloos. Hier hebben we een sensor, dus een bewegingssensor, dat iemand bijvoorbeeld in de gang loopt, dat de lichten aangaan. Nou, en dat was dus alles. We hebben van alles wel een x-aantal stuks, zodat we alles een beetje over kunnen gaan testen. Wij gaan alles eventjes installeren hier ook. Ik denk dat we beginnen met uiteraard... Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. De gordijnen. En daarna gaan we denk ik wel de lichten doen, want ik wil best wel zeggen, hey Google, lampen aan, dat dan echt de lampen aangaan. Yes. Want we hebben nog geen andere systemen die nog dat doen. Helemaal niks. Dus we kunnen dat dan heel mooi met zoeken, met deze. Ja, kunnen we het mooi doen. Ja, ik ben echt heel erg blij. Nou, naar de andere kamer. Let's go. En jij staat in één keer op een ladder. Ja, met een rolmaatje, want we gaan natuurlijk die gordijntjes ophangen. Alleen een ding, hoe ver willen we die rails hebben? Precies. Want we hebben ook natuurlijk dat stuk wat uitsteekt. En we willen dat het heel smooth er langs gaat natuurlijk. Dat zeker. En de gordijnen zitten niet aan elkaar, dus die moeten we ook nog aan elkaar gaan connecten. Die moeten we ook weer aan elkaar... Dit zijn de gordijnen in deze kleur. En op zich wel mooie gordijntjes. Gordijntjes waren op zich wel redelijk prijzig. Dat is gewoon een beetje van. Ja, die rails was ook, volgens mij zit het op de 180 denk ik totaal. Zoiets. Maar op de 200 zat het wel ietsje. Maar kijk, zoals jullie zien, we hebben last van het licht. Omdat Koen is nu helemaal in het donker en blablabla. En we vinden het vet als het gewoon, hey Google, gordijn open. En het gaat gewoon hier fantastisch mooi open. Dat is echt lijp. Nou, we gaan eerst even kijken waar we hem willen hangen. Dit is hem. De gordijn. Ik had hem groter verwacht. Ik ook, ik had hem breder verwacht. Ja. Maar lekker toffie. Ja, lekker fijn stoffie. Mooi uitgekozen. Kwaliteit. Ja, we hebben hem niet van een goedkope winkel ook. We hebben echt wel kwaliteit. Ja, zeker, zeker. Was ook niet de goedkoopste. Maar wel de mooiste. Zeker. Oké, jij hebt dit vaker gedaan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar plooien. Ik hoorde dat jij het kende. Het woordje plooien. Ik kende het plooien. Nou, dat heb ik uit de winkel van die vrouw geleerd. Kijk hem gaan, joh. Is niet leuk. Lekker plooien. Is niet leuk? Nee, ja, het is best wel makkelijk als je het weet. Ook met die draai of iets. Hoppa. Hoeft niet te draaien deze. Dit is het. Oh. En dan gewoon steeds tellen met een stukje ertussen. Ja, gewoon, ik heb er 8. Ik weet niet of ik het goed doe. Ik heb echt geen idee. Eruit is sowieso kut. Eruit halen, dat wordt hem bijna niet. Kijk, dan doe ik gewoon hier al in. Kijk, doe jeetje hieronder. Hier erboven. Daar weer naar onder. Dan weer naar onder, hier tussen. Oh, dan ja. Zit hij vast. Ja. Dan ga ik tellen vanaf hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mag ook eentje meer of eentje minder zijn. Dan maak ik vanaf mijn lekker uit. Hier ook weer onder. Hieronder. En dan naar boven schuiven. Deze weer op. En dan zit hij vast. En dat was hem. Je hebt er nog één. En dan de laatste. Maar die komt dan net niet uit. Ik denk dat dit heel mooi wordt. Kijk eens. Hij glijdt wel lekker hoor. Moet je kijken hier als ik hem open doe. Ah ja, je hebt ook meteen licht. Echt soepel. Zijn in ieder geval wel goede gordijnen. Hoe ver komen we uit? Want die plooien moeten 2 weken uithangen, had ik gehoord. Ja, maar die tijd hebben we niet, 2 weken. Nee, zeker niet. Het moet wel wat worden. Nou, wij gaan even kijken hoe ver die opgehangen moet worden. En het is let wel op. Vet al. Ja, zeker. Het glijdt echt. Zeker. Heel smooth. Ik ben heel benieuwd met het motortje eruit.
Alle gordijnen zijn ook geplooid. Moet je kijken. Dit is wel echt een werkje hoor, jongens. Holy shit. Sven is nu naar huis om de slijptol te pakken. Want we moeten natuurlijk die rails nog een stukje inkorten. En dan kunnen we hem ophangen. En dan ben ik echt zo benieuwd naar de robot van Switchbot. Wat dat gaat doen. Of die helemaal open gaat of niet. Het moet wel. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij hebben we te veel plooien. Volgens mij zijn wij niet goed die gordijnen ophangen. Laat twee jongens gordijnen ophangen en dat gaat niet goed. Nee, laat Sven en Koen gordijnen ophangen. Dit is het enige waarvan ik echt denk, dit kan ik niet. Dit lukt echt niet. Nee, dit is gewoon, dit is echt wel een vak apart dit. Ja. Want het ziet er op zich, als ik zo film en douche is open zo nu. Want je moet ze even uithangen van goedemorgen. Ja, dat is een prachtig shot. Dat is wel mooi. Maar je moet niet die randen filmen. Nee, nee, nee. Dat wil je niet. Laten we dat dan ook maar niet doen. Maar het gaat eigenlijk maar om één ding. Dat zagen we niet. Nee, dat zagen we niet. Het gaat om één ding. Om één ding. Ja, en zeker. Dat ding, dat is, werkt de Switchbot? Ja, en die gaan we nu testen. Die gaan we nu testen. Och, jij bent al bezig met het openmaken dan. Ja, kijk eens. We hebben al een paar producten opengemaakt, want we hebben ook echt al niet stiekem de camera getest. Echt, en die werkt zo mooi op ons tablet. Dat is echt bizar. Dat is echt heel veel. Laten we straks allemaal zien. Och, doen, kijk eens. We hebben hier onze mooie Urils systeem. Zo fijn. Ja, het zit er ook zo mooi in. En het is in. Allemaal betaalbaar. Check even een link hieronder in de beschrijving. En daar kan je namelijk allemaal dit soort producten bestellen. Maar check hoe mooi compact alles is. Ik dacht echt is. Dat die groter was. Dit is zo klein, het valt zo mooi weg achter dat gordijn. Kijk hier, mooi compact, maar dat is met alles hè, met klopt, van dit merk. Ja, zeker, dat is echt top. Oh, kijk eens joh. Zo lijkt gewoon een iPhone. Telefoon, ja. Ja, hier. Ik ben hier bezig met de volgende te openen. Dat is dan het volgende. Kijk eens hoe vet, hè. Oh, dit lijkt geen eens op zo'n zonnepaneel. Je hebt niet van die strepen, weet je wel. Nee. Zie je? Ja, heel licht. Oh ja, heel licht. Och, en we hebben er nog eentje, hoor. Kijk. Hoppakee. Laat hem in elkaar gaan zetten. Ja. Hij heeft hem al en hij legt hem een beetje uit hoe dat werkt. Kijk, nou, je moet heel hem gewoon simpel. Je hebt twee onderdelen. Je hebt dus het gordijntje en het zonnepaneeltje in elkaar. En dit is het. En that's zo heeft it. Hij altijd stroom. Ja, dat is echt ideaal. Dus je hoeft nooit je accu op te laden of iets te doen. Het is echt top. Dit zit achter het gordijn, hè? Ja, dat zie je niet. Dat zie je nooit. Gaan we plaatsen. Heel veel. Ik klik klaar. Oké. Okay. Dan heb ik ook al de hoe erop. Ik denk dat deze weer geconnect moet worden. Oké, okay, dan kunnen we eerst eentje open doen. Kijken wat dat doet. Open de left of the right, deze. Go. Move right. Oh, ja, hij gaat. Oh, hij gaat. Nee joh. Nee dit joh. Is lekker. Kijk, hier. Je ziet het ook hierop. Maar kijk, dit open gaan. Linker raam. Dit is lijp. Zo ziek. Gewoon via de tablet, hè? Kijk hem gaan. Ja, bij ons klopt het natuurlijk niet helemaal tot aan achter. Maar in principe is hij dus nu helemaal open. Ja. Oké, okay, kijk, hello, hij duwt hem helemaal door. Ik ga hem op pauze. Check hoe sterk dat ding eigenlijk is. Hij pusht hem helemaal ja, door. Ja, ik had net ook, dat wilde ik hem even tegenhouden. Maar het is echt niet tegen te houden. Nu die andere kant, dat we hem weer dicht doen. Oh ja. Dit is zo gaaf. Dit is zo verschrikkelijk. En zo weet hij dus ook waar hij moet stoppen straks. Oh. Ja. Ik ben benieuwd als ze het alle twee doen. Maar ik wil hem eerst even zien sluiten. Oké, dan zet ik hem op pauze daar precies. En nu. Och, echt, okay, hij reageert ook zo snel met nu en hij stopt. Hij werkt. Hij werkt. Let op, ik doe nu een stukje open. Kijk eens, kijk eens. Holy shit. Holy shit. Dit is lijp. Kijk hem gaan. En dat motortje, dat zie je ook niet, hè? Want die zit hier gewoon achter met zijn zonnepaneel. Ziek. Dit is zo vet. Echt, het is, en dan zegt hij oké, hij is helemaal gecalibreerd. Nou, dan kan je hem ook zeggen, ik doe hem weer helemaal dicht. Ja, dit kijk, is, en dan gaat hij weer dus dit is dat dicht. Hij dicht gaat. Oi, oi, oi. Die linker en die recht, deze ja, maar, je ziet die plooiverschil. Ja, zeg maar, hier moet dus nog een plooi komen. Dus dat deze meer ja, strak is. Ja, dan sluiten ze tegelijk. Ja, dan sluiten ze tegelijk aan. Maar we hebben gewoon de gordijntjes niet helemaal goed. Maar doen we nu eens even open, want dat ziet er zo vet uit. Ik zou dit echt thuis ook willen. Één keer, hè? Ja. Maar de motors gaan gewoon tegelijk uit elkaar. Ja, klein ja, stukje. Heel vet. Precies dat raampje ook. Ja, daarom. Dat is echt mooi. Ik heb ook ingesteld. Je kan, ja, je kan precies inderdaad. En waar ik bang voor was, het mootje is niet krachtig genoeg. Dat is hij dus, dat wel. Is hij dus wel. Want hij ja. duwt dat hele gordijn ja. de zijkant in. Ja, het is alleen een kwestie van goed ophangen. Zoals jullie hebben gezien, we hebben het in een uurtje gedaan. En ja, wij hebben niet echt. Nee, het is niet precies. Nee. Ik zeg, we gaan die andere testen. Ja. Kuno zegt, we gaan hem eventjes wat beter vastmaken. Ja, we willen maar het nu echt prachtig hebben. Precies, inderdaad. Maar ik ga eventjes ondertussen verder en dan gaan we even de andere gadgets ook nog testen. En deze die, dat komt wel goed. Kijk dit jongens, we hebben even een plug daarin gedouwd. Moet je opletten. Kijk hoe mooi. Zo mooi. Dit is zo mooi. Kijk hoe vet. Het is lastig om in beeld te brengen in verband met de zon. Maar we zijn even wat testen aan het doen. Hoe krachtig is het motortje nou? Om te kijken hoe groot de gordijnen. Ik denk dat je vingertje niet tussen hebben, nee, hoor. Want echt, kijk, nou, hij trekt alles. Ik ga helemaal naar de andere kant. Ja, doe nu eens helemaal terug. Ja, nu gaan we de andere kant weer op. Helemaal open. We hebben nu ook dat hij dus in één keer vast zit. Dat hebben we even met een elastiekje. Hey, maar besef, als je gewoon één gordijn hebt, kan je ook helemaal naar links. Ja, en helemaal, naar, helemaal rechts. Naar rechts. Gewoon met één robot. Ja, kijk, en nu gaat hij door tot het laatste stukje. En hop. Hoppakee.
Ja, lijp. Ja, dit is zo vet. Ja, en dan gewoon weer, hup, dingetje dicht. En hij gaat gewoon helemaal dicht. Maar wij hebben een prachtig mooi uitzicht. Eigenlijk moeten we dat niet bedekken met een gordijn. Nou, dat is wel zonde, hè? In ja, principe. Eigenlijk wel. Maar om dit te testen. Ja, we willen het laten zien. Ik zou dit thuis echt wel willen. Ja, ik ook zo. Ik gewoon het hele gordijn mee, hè? Hey, weet je wat we doen? We hebben er toch vier. We nemen allebei gewoon eentje mee naar huis. Ik weet niet of ik U-rails heb. Oh, dat is inderdaad wel een goeie. Maar we kunnen even thuis kijken. We kunnen even kijken. Oh, joh, gek. Wat gaat hier gebeuren dan, jongen? Wij gaan eventjes wat installeren en we laten jullie straks zien wat dat nou precies is. En hetgeen wat wij hebben weggewerkt, dat is als volgt. Dit is onze mooie grabbeldoos met de twee laders of de twee zonnepanelen. We hebben nog de klikkers. Die gaan we straks testen. We hebben daar, waar je bijna op staat. Ah, het leek alsof je er stond. Ja, maar de Google Home. En dat is mooi. Precies. Maar we hebben nog iets veel mooiers eigenlijk dan dat. En maar wacht, we moeten eerst even laten zien wat het is. Waar is hij? En ik heb hem hier. Sterker nog, ik heb er nog één. Want we hebben er al eentje geïnstalleerd. En dat is namelijk de camera. Echt. Wat super chill is, en dat valt me echt op, en dat was ook een beetje beloofd aan ons. Het installeert heel snel en makkelijk. Heel makkelijk. Ja, en dit product, dacht ik, nou deze duurt wel wat langer. Deze hadden we al getest en die wilden we eigenlijk ook meteen ophangen. Om het jullie even te laten zien. De verpakking is wel, dat duurt wat minder. Ja, die hebben ze goed dichtgeplakt hoor, die verpakkingjes. Kijk eens, een plamua. Hoppa. In mijn ader. Ja, namelijk. Want deze, de prijs van deze is ook echt niet duur. 30 euro's. 30 euro's. Echt niet duur. Wil je trouwens alles zien, link hieronder in de beschrijving. Dus dan hebben we al die producten hebben erin. Maar dit is in ieder geval de camera. De camera. Ik zal hem even uitpakken. Hier zit dan een plasticje omheen. Die kan je dus op twee manieren neerzetten. Je kan hem zo neerzetten. Je kan hem zo neerzetten. Of hierachter met een plugje. En dan kan je hem connecten met de telefoon. Echt super makkelijk. Ja. Echt ideaal. En dat hebben we namelijk al gedaan. Ik kan nu wel laten zien. Maar we hebben het al gedaan. Want hij is, waar is hij? En hij is nu daar. Wij en hebben check dan. Zicht op de gang. We hebben een camera. Zal ik het even demonstreren? Je moet filmen. Ik loop even langs. Kijk, laat even de camera zien. Dit is hem. Kijk, en Koen loopt dus nu in de gang. Kijk hem gaan. Ja, en zo makkelijk, hè. En kijk, ja, kijk hoe we mooi. Hebben weggewerkt. Ja. Hoe smooth. Kijk hoe smooth, hoe vet. Het cameraatje. Ja. Kunnen we nu zien of mensen dus in de gang staan. Ja of nee. Ja, het is een leuke toevoeging. Ja, en je kan praten. Ja, dus wij kunnen mensen horen. Zoals je hier, denk ik, nu hoor je ons. Ja, klopt. Ja, en wij kunnen als we dit ingedrukt houden. Good morning. Uit dat ding, hè, gewoon. Precies. Dus ik denk als je dit thuis hebt en er staat iemand hier met een pakketje van. Yo, ik ben niet thuis. Kan je het even in de gang leggen? Of even in de. Oh ja, inderdaad. Dat is echt ideaal, want je krijgt ook een melding. Oh, ja, inderdaad. Dus we hebben nu hero-camera's, maar we hebben ook camera's beneden inderdaad. Precies. Ja, leuk allemaal. Ja, maar dit zijn echt onze eigen. Ja, precies. Die andere is van het gebouw zelf. En we gaan er nog in hangen. Ja, in de werkruimte. Want dan kunnen we zien, weet niet waarom. Veiligheid! Kunnen veiligheid. Als jij dus deze camera connect, ga ik even wat anders leuks ophangen. Is goed. Ik heb hier de tablet. Koen was even bij een afspraakje, even een dingetje. Hij was even weg. De pakketjes voor jullie laten we naar de postkantoor brengen. Precies, car was voor jou, je weet het. Ja, car was voor jou, sticker voor jou. Maar, vertel. Let op, ik heb hier magazijn. Oh. Kijk, dat hebben we natuurlijk, dat heb jij geïnstalleerd. Ja, de camera. De camera. Dat is een magneet, dat is echt ideaal. Kijk, nu ook gewoon de camera. Daar, oh. Dus als ik nu binnenkom lopen, dan zie je mij lopen, want dit is live. Let op, ik heb wat anders leuks. Ik heb nu op de tablet iets ingelicht, met nadruk op licht. Ik druk nu op licht en let op wat er gaat gebeuren. Dat meen je niet. Dat meen je niet, zit dat robotje daar? Ja, maar het wordt nog veel gekker. Ik druk nu hierop en dan loop je met me mee. Kom, kom. Wat? Kom. Ik zie hem hangen. Ja, daar, let op. Nee, kan je de lift? Nee. Heb je de lift? De lift komt eraan als het goed is. Even kijken. Oh, kijk, ja. Ja. Oh, hij was er al, hè? Ja, hij was er al. Ik kwam uit die lift. Oké, wacht, we doen het nog een keer. Dan gaat de lift. Oh, wacht. En ik klik er dus op. Lift. Even wachten. Kijk. Oh, hij klikt hem gewoon in. En dan drukt hij op het liftknop. Maar het was nu leuk als nu de lift weer open ging. Kijk, de volgende. Ja, dit is ideaal. Maar even voor het. En nu kan je nog een knopje dat je naar nul gaat. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar even kijken, dan gaat dus de deur even dicht. Ja. Wat er dus nu gebeurt, voor de ultieme lijn mensen, je klikt op je tablet, klik je op lift. Ja, ik zie en dan wat er gebeurt. De liftdeur gaat vallen. Ja, dat is wel echt, ik klik hem nog een keer aan, want je ziet zo mooi dat handje. Ja, ik klik hem nu aan. Ja, wacht nog een keer als hij dicht is, die deur. Druk nu lift in, let op. Er zit een kleine vertraging in, maar... Dat is wel ziek. En dan kan je ook nog het licht. Ja, kijk. Dat is ook mooi. Hier moeten we eigenlijk ook een knopje voor hebben. Maar je kan dus gewoon dingen. En hier zit er dus ook één. Ja, druk op licht. En dan gaat gewoon het licht aan. Ja, het licht gaat daar aan. Doe eens uit. Echt ziek, kijk. Licht. Doe weer eens aan. Licht. Licht. Kijk. Gaat ie. Klik. En het licht gaat aan. What the fuck? En dan denk je ondertussen, hey, magazijn, ik hoor mensen.
En dan kijk je. Dan ga je naar het magazijntje. En dan loop je naar binnen. Hey. Dan denk je, hey, er staat iemand voor de deur. En dan kunnen we gewoon onszelf zien in ons magazijntje. Hey, eerlijk, ja, dit is wel echt de toekomst, hoor. Dit is ultieme gadget, of niet? Maar stel, je kan dus dit ding op een waterkoker zetten. Je kan dit op alles zetten. Dit is niet echt normaal. Kijk, kom eens hierop staan. Kijk, we zoomen eens in op die liftdeur. Ja. Lukt dat? Ja. Let op, ik druk nu de liftdeur open, hè. Ja. We staan aan de andere kant. Heb je hem opengeklikt? Daar gaat hij. Ik denk een andere lift komt nu. Maar stel, je hebt geklikt dus. Ja, dus ik heb nu geklikt. Ik doe nu niks, hè. Nee. Ik klik nergens op. En dan ga je even wachten, want er is al geklikt. Je ziet het lampje branden. Je ziet het lampje branden. Dan hoef je niet zo lang te wachten. Dat is ziek. Dat je denkt van, het is 5 uur en dan komt hij al. En dan kom je nu die deur binnen, hè. Ja, dat is... Oh, joh. Ach, man. Dit is wel echt, hallo. Er stond iemand in de lift. Ja, dit is wel de toekomst, hoor, zo. Ja, dit is echt ziek. Ik klik nog een keer op de lift. Ja, lift. Kijk dat pikkie, hè. Ja, en die lichten aan uit. Ja, en ik heb ook op de waterkoker geprobeerd. Alleen op onze waterkoker. Die blijft niet lekker helemaal plakken. Nee, omdat wij... Maar je kan je pc aanzetten, je kan alles. Alles met een knoppie. Ziek. En dan kom je aan. En er is hij. De toekomst. De toekomst. De toekomst. En dan denk je, ik hoor mensen op de gang. Ja, en dan, het is echt ziek. Gewoon een indoor cam. Ja, dus we kunnen nu gewoon een magazijn zien. Ik vind hem ook niet lelijk. Nee, zeker niet. Dit ziet er gewoon zo strak uit. En we hebben nog meer van die knopjes, hè. Ja, maar we zetten die gordijnen. Dat kan je dus ook gewoon op afstand. We hebben het getest en we hebben, och man. Het is zeg maar dat we niet alles tot in detail hebben aangesloten, maar het kan zelfs met je Google stem. Ja, dus dan zeg je, hey Google, laat de lift komen. Klikt die op het knopje, kom de lift naar boven. Dat is ziek. Dat is echt ziek. Maar dan moet je allemaal instellen bij de app en assistent en blablabla. Noem maar op, maar het is echt het idee. Het is gewoon zo ziek. Maar elk knopje gewoon hier, zet de printer aan. Hey Google, zet de printer aan. Dat soort dingen, printen, ja. En zet het licht aan en uit. Ik doe nog even één keer. Ja, kijk. Let op. Gewoon zonder dat dit heel of iets is, hè. Ja. Dit is gewoon niks. En doe eens weer eens aan. Kijk, die twee spots hier. Dan druk ik hem nu op aan. Bam, ja, het is zo ziek. Er zit een vertraging in. Want dat ding, dat moet... Klopt. Klik. Maar als je het met je stem doet en je loopt alvast naar binnen of iets, of weet ik veel wat. Ja, precies, ja, dan heb je hem wel. Maar als ik nu, kijk, ik druk nu. En... Bam, ja, wel snel, hoor. Het is wel redelijk snel, maar het is niet... Staat hij nu weer aan? Reguleren, ja. Kijk, bam. Het is wel een kleine vertraging, maar het is gewoon... Maar hoe duur kost één zo'n apparaatje? Ja, dat kost niet veel. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat kost nooit zoveel als een hele lamp. 4 van die lampen, als je dan van het systeem wil... Precies. Dan ben je echt wel meer kwijt. Dan zou je dus nu 54 euro kwijt. Nou, je kan het zo gek maken als je wil. Ja, echt. En je kan het op alles. Alles wat op een lift. Kijk, ik druk nu op lift. Ja, klik op lift. Ja, ik heb op de lift geklikt. Dan zie je nu dat dingetje aan het laden is. Aan het laden is. En pas als hij helemaal klaar is met laden, dus deze duurt al lang, want hij was verder staat. Kijk, nu heeft hij gedrukt. Ja, nou. Dus de lift. Dan doe je nu je schoentjes aan, loop je erheen. Loop erheen. Doe je ondertussen het licht uit. Ja, dan klik je gewoon op het licht uit. En dan kom je aan. En ik hoor hem al en hij is er. Nee, is, kijk, dat is zo. Het is zo ziek. Ja, dit is zo bizar. En je kan dit dus gewoon op alles doen, hè? Ja, echt alles wat ik knop. Ja, ik ben hier echt hyped over. Het is echt alles, hele wc, lichten, je kan alles doen. Elk knopje. Elk knopje, ja. Heel vet. Ziek. Pak wat uit de grabbeldoos. En zo hebben we nog meer dingetjes. Maar bijvoorbeeld dit, een schakelaartje. Dus die kan je weer connecten aan zo'n. Ja, maar dan kan je dus hier een knopje klikken en dan komt de lift en ook. En dan komt de lift. Dat is ziek, hè? Dat is ziek. Stel, je hebt hier 5 knopjes met lift, wc, weet ik veel wat allemaal. Alles erop en eraan. Het kan zelfs zo dat als je de deur open doet, dat dan het licht aangaat of dat de lift komt. Met de sensor. Met dat is die, laat zien. Ja, dat is die, met de sensor. En die kan dus ook, als de gordijnen, dat de gordijnen open gaan. Ja, maar je kan ook zeggen, als ik langs loop, dan gaan ook die dingen aan. Of dan gaat de lift al open. Stel, je doet die bij de deur, klik die mooi in. Ik word er in één keer zo enthousiast van, omdat het gewoon, ja, ik vind het echt vet. Maar stel je plakt die bij de lift, dat je de deur open doet, hij meet die sensor en dan gaat de lift open. En onze gordijnen. We kunnen ook nu gewoon nog via afstand onze gordijnen openen. Onze gordijnen, ja, ook. Maar we hebben nu ook nog deze. Ja, dit is een mooie. Dit is een mooie. Dit is namelijk een thermometer, die wilden wij al heel lang. En deze thermometer meet de luchtvochtigheid, warm het is. En dat kan je op tabellen kan je zien op welke dagen, momenten het warm is en koud. En dat kan je dus afstemmen met het gordijn. Dus het kan zijn dat op het hoogtepunt van de dag de gordijnen dicht gaan, zodat het niet heet wordt. Ja, en als het weer koud is en de zon is weg, gaat die weer open. Precies, dus dit is echt ziek. Deze ga ik ook eventjes ophangen. Ja, ik denk een mooi plekje voor daar, ja. Ja, en weet je wat nog veel vetter is? Ik weet niet of ik het... Nee, maar ze zijn magnetisch. Ik laat het straks zien. Nou, dan heb je dus een mooie plakker. Ja. Hij is niet storend. Hij is een mooi blauw. Dubbelzijdig tape. Is er zit geen folie op? Vaak is blauw folie. Kijk! Hij is niet blauw. Hij is... blauw ook wel mooi, heel eerlijk. Ja, ik vind het ook mooi, ja. En doe je zo.
Ja, perfect. Hier, kijk. Luchtvochtigheid 67%, 23 graden hier. En dan kan je op via de app alle tabellen doen. Ja. Nou, we kunnen alles uitgebreid laten zien, maar jullie snappen het nou eenmaal wel. Dit ze hebben allemaal soorten gadgets. Wij mochten die testen. Het is inderdaad in een samenwerking, maar buiten het feit dat, ik vind het wel echt vet. We gaan het echt gebruiken. Ja, we gaan het echt gebruiken. Heel eerlijk, ik vind prijs-kwaliteitsverhouding vind ik heel goed. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden, want wij laten het zien, maar wij kunnen het wel tof vinden. Maar we zijn eigenlijk benieuwd naar jullie reactie. Laat dan weten hieronder in de reactie, wat vind jij heel erg vet? Ik vind die knopjes echt, ik vind eigenlijk alles uniek. Ja, maar die gordijnen ook. Als je gordijnen die open gaan echt koopt, dat kost zoveel geld. Weet je wat alleen wel mis? Rolgordijnen. Ja. De rolgordijnen. Rolgordijnen. Gewoon iets van een motortje voor een rolgordijn. Ja. Want echt serieus, dat missen we hier, want hier kan je geen gordijnen plaatsen. Nee. We hebben dan daar ook gordijnen, maar ik weet niet of we die laten hangen ook in verband met, het uitzicht is te mooi. Het is zonde. Ja. Je hoort gewoon rolgordijnen te hebben. Voor in mijn kamer kan het wel, of weet ik voor wat, maar het systeem is gewoon... Ja, we nemen ze mee naar huis. Ja, het werkt echt heel erg goed, het systeem. Ja, ik vind dit ook vet. En dit is ook echt vet. Oeh, luchtvochtigheid is niet veel. Oké, jongens, even wat leuks. Ja, we hebben als grap zo'n switchbot gezet bij de buren. Dus we kunnen hun licht aan en uit. Ja, we hebben gewoon op hun schakelaar een switchbot gezet. Aan en uit. Precies. Kunnen we gewoon kloten. Ja, precies. Dus we gaan nu erheen en zeggen, hey, we hebben een nieuwe gadget. Kijk, we kunnen jullie lichten besturen. Ja, en dan zeggen we dat we van het hele pand kunnen besturen. Ja. Kijk, let op. Wij kunnen nu zelfs overal de lichten aan en uitzetten via de tablet. Kijk. Oh shit. Zet hem eens aan. We kunnen dus alles nu overal het licht aan. Het hele pand. Het hele pand. Oh, het hele pand, ja. Dus we kunnen bij de muren. Kijk. kijk, zo werkt het. Kom, kijk. Oh, we kunnen alleen maar hier die schakelaar. Ja. Kijk, zit een robot. En zo kunnen we ook de liftknop aandrukken. Kijk. Pardon? En zo gaat het automatisch. En we hadden er ook eentje op de lift. Dus dan gaat de lift automatisch, komt hij omhoog. Oh, lachen man. Kijk hier. Wat dit zijn gadgets, hè? Dit zijn de echte gadgets. En dit kost echt niks. Dit kost 30 euro. Ja. Maar je kan ook gewoon dus de lift. We hadden op de liftknop gedaan. Ja, maar je dan kan we de ook op je koffiezetapparaat, ook op je koffiezetapparaat. Of je weet ik veel wat. Ja, maar je kan gewoon alles aanzetten. Zet je er ook een bekertje onder? Ja, dat moet je wel zelf doen. Holy shit. Oh, oh, grappig, shit. Toch? Ja, maar we hebben hier nu wel beeld. Een doos voor gadgets testen. Nou, ja, echt het is heel vet. Nee. En ik ben echt enthousiast. Ik lieg er niet over. Ik vind het echt heel nee, vet. Die lift. Ik had het niet gezien. Ik was weg. En ik zag dat knopje ook niet hangen. Echt fantastisch. We mochten heel eerlijk zeggen. Als we er niks van vonden. Of als we iets niet tof vonden. Klopt. Maar alles werkt zoals wat ze beloven. Ja. En als je een product hebt. Wat en gewoon... ik vind het motortje ook sterk. Want hij duwt hem echt in. Het is niet zo'n die hem tegenhoudt. Precies. Het is, het is een hele goeie. Ik ben er alleen maar positief over. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.